graag gedaan. Dag. Nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid. Nooit heb ik mensen op zaterdagochtend. Ja, ik dacht, ik probeer het gewoon, joh. Ja, nee. Maar het maakt ook helemaal niet uit. Nee, dat weet ik. Keer. Kijk, nee, joh, ben je mal? Niks ervan. Ik denk dat ik live ben. Hier, kijk maar eventjes. Ja, volgens mij ben ik nu live. En, nou, goedemorgen allemaal. Ik heb zitten zoeken op mijn tablet of ik mezelf kan vinden, wat ik wel eens hoor van anderen die live gaan, weet je wel. En ik kan het niet terugvinden. Ik weet niet hoe dat moet. Dus ik denk, nou, ik zet hem er even bij. Oh, wacht eens even. Ja, mijn rempel. Daar ben ik. Zie je dat? Ja. Maar... er zit een vertraging in, hè? Kijk, want ik ben nu aan het bewegen. Zie je? Er zit een vertraging in. Dus het is wel hetzelfde. Oké, nou, dan zeg ik goedemorgen iedereen die dus kijkt. Goedemorgen. Hey, Joke, goedemorgen. Ik moet even het geluid van de radio uitzetten. Sorry. Dat, zo, nou is het uit. Goed zo. Dat is eventjes... bijkomen, want ik kreeg net nog even een telefoontje. Normaal heb ik nooit 's morgens mensen. En nou zit Yvonne gezellig bij me. Ja, nee, vind ik hartstikke leuk. En ik ga dus deze kaart uitleggen. Die heb ik al gemaakt met de restantjes van die andere kaart. Die staat in de etalage. Is een hele leuke ook, met zo'n punt. En je houdt natuurlijk allemaal een heleboel restjes over. En dat heb ik hier. Dat zal ik nog even bijpakken. Dat zit hier in dit zakje. Dat was van het boekje van Best Friends. Ja, dan moet hij er wel uit gaan natuurlijk. Het is wel makkelijker om erin te stoppen, maar eruit. Het is altijd even een cream. Goed zo. Kijk. Oh, er valt wat, maar dat hindert niet. Ik heb hier dus dat boekje van Best Friends. Nou, je ziet het wel. Hier zitten dus allemaal gaatjes. Hier is een stuk vanaf. Hier is wat uit. Van de voor- en de achterkant heb ik dus verschillende plaatjes gebruikt. Nou, dit is wat ik over heb gehouden. En dit is dus het ruitje wat hier ligt. Dat is de achterkant van het bloemetje. En toen dacht ik van, ik vind het leuk. Ik zal even dat plaatje oprapen. Om nog een keertje wat mee te doen. Want een heleboel mensen... hebben dit peperpetje gekocht. En dan heb je één kaart gemaakt. Nou ja, en dan zit je met de resten. Hè? Dus dat is de reden. En ik vond het idee uiteraard op YouTube. Alleen ik heb de kaart groter gemaakt. Want het was een heel klein kaartje. En ik heb hem groter gemaakt. Nou, dat gaat dus even aan de kant. Wat hebben we nodig? Heel simpel. We hebben nodig een kaart van... 30 centimeter zo, 12 hoog. Die gaan we gewoon omvouwen. Heel simpel. Zoals je wel meer dit soort kaarten maakt. Tussen haakjes, ik heb een nieuwe bril. Ja, ik zie het. Hij maakt een heel mooi. Ja, maar ik ben niet echt helemaal blij ermee. Ik moet echt wennen. Omdat ik natuurlijk nu geen leesbril meer heb. En aanstaande dinsdag is de winkel dicht. Dan ga ik naar de oogkliniek, ja. Want ik heb last van het ene oog. Ondertussen dat ik zit te klessenbessen, heb ik dus die kaart gevouwen en je vouwt hem weer terug. Goed, dan hebben we ook nog nodig twee stroken. Ook van 30 centimeter. Maar die zijn 2,5 centimeter hoog. En die vouwen we ook op dezelfde manier dubbel als de kaart. Eventjes zo en even terug. Zo. En ondertussen heb ik al een heleboel kijkers. Oh, wat leuk, gezellig. Goedemorgen dames allemaal. Oh, ik moet wel eventjes mijn beeld terugzetten, want ik zit altijd hier op de verkeerde kant te scrollen. Het heeft even geduurd voordat ik je vond, maar ik ben er. Ja, gelukkig. Ja, ik weet ook eigenlijk niet. Ik heb van alles geprobeerd en ik geloof dat ik nu gewoon op Facebook zit, zodat iedereen het kan zien. En dan ga ik, als hij af is, dan ga ik hem weer even opslaan en naar YouTube uploaden. Dus later altijd nog terug te zien als je een beetje later bent. En deze twee strookjes die vouwen we op dezelfde manier. Nou, dat is dus het meest eenvoudige van de hele kaart.
Om die kaart aan te kleden hebben we designpapier nodig. Dat heb ik ook al voorgesneden. Dit moet even weg. Dat zit hierin. Oeps, van alles en nog wat. Ik zal het er even uithalen. Zo. Want het zijn van die kleine dingetjes dat je bent het zo kwijt. Nou heb ik de vorige kaart gemaakt met het rood-witte ruitje. En de achterkant ervan, dat is dit bloemetje. Nou, dat papier is op. Dat zat niet meer in het pakketje. En toen dacht ik, nou dan neem ik het andere designpapier. Dat is het streepje. Dat zit er ook in. En de achterkant, dat waren al die leuke kaartjes. Dus ik ze even omdraai. Maar goed. Nou moet je wel even van tevoren nadenken voor je gaat beginnen. Je kan niet in één keer alles meteen opplakken. Want, dit is mijn spiekbriefje. Ik zal het nog even erbij halen. Op deze voorkant kun je het designpapier plakken. Maar deze strook die aan de bovenkant komt, die moet hier eerst onder. Dus, wat gaan we doen? We gaan eerst de strook van deze met de lange kant hier op plakken. Dus we hebben de kaart. Zo. Zie je wel? Ik leg hem even plat. Oh, dat is mijn Mikaatje. Die wil ook nog nodig. En deze strookje gaan we eerst hier op plakken. Nou, ik zal het even met tape doen. Ik heb tape ook klaargelegd. Want ik had al de maten doorgegeven. Dus misschien is er iemand geweest die al de boel gesneden heeft en mee wil doen. Kijk, en dan doen we dus op de kaart zelf doe ik het tape. En het is een strook van 2,5. Dus ik leg hem even op mijn mat en ik ga binnen de 2 centimeter nog een stukje plakken. En dat doen we ook aan de onderkant. Aan deze kant. Dus ik leg mijn kaart hier op mijn mat. Ik kijk bij het streepje van 2 centimeter. Dan plak ik die. En de bovenste aan deze kant, aan de rand. Zo. Want we moeten eerst die stroken plakken. Want die stroken die komen dan zo en straks zo. Zie je wel? Oh, moet een beetje hoger werken, zie je. En dan krijg je dus dat idee. Goed. Dan begin ik eerst maar met de bovenste. Ik leg de strook plat gelijk met de kaart. Dat is het makkelijkste. Nou denk ik dat ik toch straks mijn leesbril op moet zetten. Die strook, sorry, die is iets korter. Die is een 29,5 in plaats van 30. Dat die dus in de onder het designpapier valt. Zo, we halen dit weg. En hij ligt op ongeveer een millimeter of 2 van de kant. En hier ligt hij op 2 millimeter. Zo, die zit. En dat doen we ook met die andere, beneden. Dus de lange kant van de strook, dus niet dit, maar deze, dat plakken we hier. Ik leg hem hier weer even zo neer. Zo. Dan ligt hij gelijk met de kaart. Oh, foutje. Zo, nou, eens even kijken. Hij zit niet helemaal recht. Oei, oei, oei. Ik doe heel even mijn bril af. En ik knip dit heel even bij. Nee. Dit. Ja, ik kan hem nog even dwingen. Want er komt toch nog iets overheen. Zo. Dan doe ik alleen even dat kleine stukje hier. Dat snijd ik even weg. Dat steekt een beetje uit. Zo. Dat is eraf. Nee, toch maar even knippen. Dan is die gelijk. Nou, we gaan de bril weer opzetten. Zo, en
even die rol. Dat is de mica. Ik heb 3 stukjes mica nodig van 12 centimeter hoog. En 1 centimeter breed. En daar heb ik alvast tape op gedaan, zodat ik ze niet kwijtraak. Want het mica, dat zie je haast niet. Dus ik denk, ik doe er vast tape op, dan weet ik waar ze zijn. Goed, nou, dat hebben we gedaan. Dan hebben we het eerste stukje designpapier. En dat is 11,5 centimeter hoog. Want de kaart is dus 12. En het is 8 centimeter breed. Dat komt... Oh, wacht even. Oei. Ik denk dat ik een foutje heb gemaakt. Oh, mijn kaart is te hoog. Mijn kaart is 13 en die moest 12 zijn. Oh, lekker handig. Dat is niet zo slim, hè? Oh jee. Nou, dan moet ik heel even snel een nieuwe maken. Dus, nou, ik ga even papier pakken. Ik ga even een nieuwe snijden. Oh, dat heb ik hier. Dat is... Nee. Ik pak even dus nieuw papier. Het mag niet goed gaan, geloof ik, hè? Nou, dan zien we dat je ook een mens. Ik weet al wat de fout is gegaan. Ik heb het verkeerde deel van grote papier gepakt. Kijk, we hebben hier dus kaartstok. En dit is dus de soepele kant. Nou wil ik dus dat dit 12 centimeter hoog wordt. Want dan kan ik hem mooi vouwen. Dus ik leg hem zo in mijn snijmachine. Ik leg hem bij 12. Ik check nog heel even mijn designpapier. Dat is echt 11,5 hoog. En dit is dus 12 centimeter. Dat snijden we af. En we gaan naar 30. Dat betekent dus dat er nog een halve centimeter afgaat. Zo. Dat is 1. En ik maak nog even 2 stroken van 2,5 centimeter. Nou, ik leg hem dus eerst bij de 5. Zo. En dan bij de 30. Dat vind ik zelf makkelijker. En dan snij ik ze op 2,5 door. Zo. Dat is hier en dat is daar. Zo. En dan heb ik dus 2 stroken van 30 bij 2,5. Goed. Snijmachine aan de kant. We gaan gewoon weer overnieuw beginnen. We vouwen de kaart dubbel. Kijk, hij buigt dus heel soepel, hè? Dan heb je dus een hele mooie vouw. En we vouwen hem even terug. Zo. Dan denk ik dat ik intussen tijd toch even mijn andere bril opzet. Want ik moet echt even wennen aan die bril. Dus ik doe toch heel even mijn andere bril op. Dat werkt even wat lekkerder. Goed zo. Dan hebben we de volgende stroken. En die gaat ook weer op dezelfde manier dubbel. En terug. Nou, kleine onderbreking. Zo. Dat is 1. En dan hebben we deze. Ik gebruik hiervoor dus het linnenkarton. Maar je kan natuurlijk ook ander karton gebruiken. En ik heb expres de witte genomen. Dat is het makkelijkste. Goed, dan gaan we weer even overnieuw het tape plakken. Dus aan de bovenkant doen we tape. En op 2 centimeter. Dus ik leg hem hier op mijn mat. En die donkere lijnen, dat is ook een heel klein beetje op het oog hoor. Het komt er niet zo nauw op aan. Want hij wordt toch vastgeplakt. Nou, dat doen we ook aan de onderkant hier. Bij de 2 centimeter gaan we hier naartoe. En dan deze kant. Zo. Nou, zoals jullie weten, ik ga er altijd even met mijn vouwbeen overheen. Want ik vind dan dat het gewoon makkelijker loslaat. We leggen dus weer de lange kant hierop. Kaartplat. Gelijk. Alle kanten gelijk. Ietsjes. Nou, ik leg hem wel gelijk. Ik had die andere op 29,5 gedaan. Maar ik leg hem nu gelijk. Steek er iets uit, dan knippen we dat gewoon weg. En die eraf.
Dit eraf. En... Zo. Deze zit. Dan doen we die andere ook. Gelijk met de kaart. Wacht even, ik moet een beetje hoger, zie ik. En ondertussen heb ik al aardig wat kijkers, zie ik ook. Wat leuk, gezellig. Zo, goedemorgen. Ja, goedemorgen allemaal, jongens. Meisjes, dames. Oh, wacht even. Hij moet wel eventjes netjes liggen. Zo. Nou, dan doen we die andere er even af. Nee, dat is... Hoi. En... Zo. Oké, nou, dit zit. We zijn weer waar we gebleven zijn net. Dan gaan we dus inderdaad dit opplakken. Ja, maak jij een kopje thee voor de... Lekker. En voor mijn bakkie. Ja, mijn zoon die komt dus even binnen. Die heeft boodschappen gedaan. En mijn vriendin zit hierbij. Mee te kijken. Gezellig. Ja. En, Ik leer gelijk een kaart, man. Ja, ik weet gelijk hoe of wat. Ik maak geen pakketjes van deze kaart. Dat gaat dus niet. Want in de paperpad zit natuurlijk van alles maar 3 stuks. En dan kan je dus, dan zou ik er zo verschrikkelijk veel moeten aanspreken om een pakket te maken. Ja, dat is geen doen. En er zijn dus een heleboel mensen die dat papier hebben. Plus, je kunt het natuurlijk ook gewoon met je eigen materiaal doen. Als je iets leuks hebt, dan kun je dat ook gebruiken. Ik geef alleen maar even een basis aan. En ik heb de randjes beïnkt met de Gathered Twigs. Dat is een iets zachtere bruine kleur. En ik heb de andere kaart heb ik gedaan met de randjes met de rode mini distress inkt. Rode kleur heb ik hier langs de randjes gedaan. En deze doe ik dus met het bruin. Om zo verdelig mogelijk uit te komen... heb ik dus het papier dwars, de streepjes dwars genomen. Kijk, en nu gaat dus dit hierop. En dan zit dus deze lekker vast. Nou, dan kunnen we dus de rest van het designpapier op gaan plakken. En dat is dus het tweede stukje, ook weer van, nog even herhalen, 11,5 centimeter hoog en 7 centimeter breed. En dat komt op dit vlakje. Nou, dan gaan we weer even een klein beetje het wit van het papier weg. Want designpapier heeft altijd zo, als je het snijdt, een wit randje. En dit streepje, dat heeft een beetje 3 verschillende kleurtjes bruin. Heel licht, ja, beige een beetje, denk ik. En moeilijk te omschrijven, maar wel een leuk kleurtje. En dus met een beetje bruine inkt. Ik ga dus niet met een peperdistresser langs mijn papier, want ik vind dat niet altijd mooi. Als je nou een beetje een, antieke kaart, zal ik het maar noemen, maakt, een soort vintage, dan is het wel zo, maar bij dit soort kaarten niet, vind ik. Nou, dan gaan we hem eventjes omgooien. En dan plakken we deze hier. Ik heb mijn eerste kaart met 4 mm verschil gedaan, maar deze heb ik gewoon met een halve centimeter gedaan. En dan hebben we dus dit stuk en dat komt hier. Nou, als je nou naar deze kaart kijkt, dan zie je dat dit dus, het lijkt net of het doorloopt, hè? Maar het loopt dus niet door. Hier zitten 2 aparte stukjes op. Dat laat ik straks even zien. Dan gaan we ook deze weer even beïnkten. Zo. Nou, dan zijn we eigenlijk wel met het inkten even klaar. Nou, dus straks weer. Dus die doen we even dicht. Al die frutsels weer weg. Hupsakee, in mijn vuilnisbak. Nou, tape eraan.
Ik leg hem even erboven. Kijk, dat is jammer, want het zijn allemaal die hele leuke kaartjes. Maar ja, je moet wat, hè? Je kan toch niet alles bewaren? En ik vond dit bruine streepje ook wel heel erg leuk om te gebruiken. Zo. Mooi kleurtje. Mooi kleurtje. Ja, hè? Beetje zonnig. Nou, dan kijk ik dus zelf mee op mijn tablet. En die loopt inderdaad een stuk achter. Want op mijn tablet pak ik dus nu pas mijn rol. En op de camera heb ik hem nu al. Nou, dan gaat die dus hierop. Ik haal even een puntje los, omdat dit een grote oppervlakte is. Hup. Ja, mijn toetsenbord staat ernaast, dus die houdt af en toe wat tegen. Zo. Hij moet even netjes gelijk. Gelijk, zegt ze. Luisteren naar de baas. Oké. Zo. Gisteravond nog even zitten kijken naar Vele Groeten. Was ook een hele leuke live uitzending. Leuke kaart. Met een zwevend middenstuk. Heel leuk bedacht. En we hebben geloof ik, en vanmorgen was er nog een live, maar dat was een beetje meer productpromotie. Wat er allemaal weer nieuw uitkomt. Ik heb ook weer de nodige nieuwe dingen binnen. Niet alles van Marianne, maar wel heel veel. Goed, dit is dat. Nou moeten we dus deze hierop vast gaan plakken. En ik leg hem dus plat en ik doe tape op de korte stukjes. Nou, we gaan hem even weer omkeren. Zo. Ik doe ook weer gewoon, ik gebruik het scoretape. De 6 mm. Ik heb ook nog een bredere liggen. Maar eigenlijk het meest gebruik ik de 6 en de 3. Ja. Arme schaartje. En als je, ja, zet de mijne er ook maar bij, Wil, want die pak ik straks wel. Dankjewel, hè. Zo. Oké. Nou. Mijn vouwbeentje. Dat is echt een beetje een soort ritueel geworden, dat ik altijd het scoretape of ook ander tape aan wrijf. Nou, we leggen hem recht plat, zo. En hij zit. Dan halen we die andere er even af. Zo. Hup. Zo. Dat doen we ook met die bovenste. Zo. Nou, ik haal ze wel alle twee eraf. Want het kan bijna niet missen als je het recht neerlegt. En dan hebben we dus het model. Goed. Nou heb ik dus, om dit door te laten lopen, heb ik hier allemaal stukjes gesneden. En de, even kijken, ik heb vier, ik heb twee stukjes van ook 2,5. Ben je nou nog gezien? Of was het zelf daarop? Oh, ja. Oh, daar zit ik aan mijn muis. Hé. Hey. Waar is mijn beeld nou? Oh, hier. Oh, dat komt de Wilco, die heeft mijn telefoon even gepakt. En als je dan schuift, ja, dan is beeld weg. Even kijken. Deze heb ik. Ik heb er één. Even zien of we alles hebben. Want ik heb deze. Die is dus iets hoger. Kijk, deze twee stukjes. Die zijn 2 centimeter hoog. Bij 7,5 centimeter zo. Dat komt op dit gedeelte. Zodat het net lijkt. Nee, ik heb dat niet goed gedaan. Ik had ze 3 hoog moeten maken. Nou ja, goed. Dan is het niet goed. Want, oh, wacht even. Nee, 2,5, hè.
Ja, ik had deze dus 2,5 centimeter moeten maken. Dan had dus dit doorgelopen. Nu zie je wel witte randjes. Nou, niet getreurd, dan doen we het gewoon op deze manier. Dan heb ik hier nog 4 stukjes. Ik zal ze even pakken. Waarvan er dus 2 iets langer zijn. Kijk. Want dit stukje is langer dan dit. Deze 2 zijn 7,5. Daar 7,5 centimeter. Dus dit is 7. Maar dit stukje is 8 centimeter. Dus ik heb hier voor deze heb ik 2 strookjes van 7,5 bij 2. En dit is allemaal 7 bij 2. Dat komt dus hierop. Nou, dan gaan we weer even met de inkt aan de gang. Even kijken of er nog kijkers bij zijn gekomen. Jawel. Oh, wat leuk. Zo. Kan je iets hoger werken? Oh ja, Wil zal het proberen. Je hebt gelijk. In mijn enthousiasme. Ik zal er even op letten dat ik hem iets hoger leg. Zo, oké. Ja, dat was van de week ook al, hè? Op maandag. Je hebt gauw de neiging om het naar je toe te halen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nou, dan nemen we toch maar weer even tape. Ja, ik doe het toch maar met tape. Waar is het begin? Dat had ik net. Zo. Iets hoger. Even opletten. Nou, hij ligt nu goed in beeld. En zo. Want er moeten namelijk ook nog brugjes hier binnenin. En nou ben ik heel bang dat ik die bruggetjes niet naar de ziek straks al. Goed. Deze kwam hier. Of hier, dat maakt niet uit, want het is allebei 7 centimeter. Zo. En achteraf is misschien wel leuk, dat witte randje. Ja, met het rillen moet je altijd even oppassen. Want je mist gauw een fractie van een millimeter. Zo. En die gaat hierop. Dus dat is ook weer 7 bij 2. Ja, je hebt hier niet zo'n erg groot plekje om te werken, dus het ligt allemaal een klein beetje onder handbereik. Zo. Nou, dan gaan we weer deze. Dat die kant op, dat die kant op. Ik heb hier, oh, even die bende weg. In de vuilnisbak. En deze gaan er even af. Zo. Ik leg ze op mijn mat, want dan weet ik tenminste waar ze zijn. Zo. Dan doen we die vast aan de bovenkant. En dan hebben we dus deze. Die komen hier. Ook weer van 7 bij 2. Ja, deze witte mat die is een beetje stroef. En die eronder ligt, die heb ik dus omgedraaid. Want daar hadden we last van met die ruitjes toen. Dus dan heb ik de andere kant. Maar ik werk nu helemaal graag op mijn ruitjes. Dat vind ik toch wel heel prettig als ik iets recht wil krijgen. Zo, dit even meteen weg. Even weer papier omhoog. Nou, gooi het dan meteen daar, Olga. Dan heb je het meteen uit de buurt. Kijk, en dan doen we deze. Die komt hier. En dan hebben we deze nog. Even checken of dat de goede is. Nee. Want ik denk dat dit de goede is. Ja. Zie je? Het zit maar een halve millimeter verschil. Of een halve centimeter verschil in. Dus je raakt gauw in de war. Vandaar dat ik het eigenlijk één voor één doe. Ja, en altijd even nameten. Voor zekerheid.
Zo. Nou, daar gaan we weer. Een stripje eraf. Een stripje eraf. En deze komt dus hier. Even netjes recht. Zo. Nou, dan hebben we de laatste twee die hier komen. Dan is het inkten voorlopig wel even afgelopen. Dan doen we het hier ook meteen maar even. Zo. Dan leggen we die weg, we leggen dat weg. Dat scheelt weer even in de ruimte. Zo. Zo, zit nog wel een beetje in beeld, hè, nu. Zo, nou, ik heb niet veel oogjes, maar ik heb wel heel veel kijkers. Kijk eens even. Zo. Nou, nou, het zijn er... Oh, het zijn er heel wat, hè? Nou, leuk hoor. Leuk hoor. Nou, die dus en deze. Dus dit is een beetje de basis van de kaart. Kijk, en dan gaat hij hier en... Eeuw. Dat is toch een beetje een lange kant, zie ik. Hé, het moest dus zijn... Dit is een stukje van 8. Dus dit moest 7,5 zijn. Dat is 7,5. Maar waarschijnlijk, ja, deze zit er een beetje dicht op. Nou, dan weet je wat we dan doen. Dan knippen we gewoon even 2 mm eraf. Zo. Want afhalen is natuurlijk niet zo erg als erbij doen. Kijk, en dan is hij toch goed. Nou, dan hebben we deze ook nog even kijken voor zekerheid. Ja, ook. Een stukje eraf. Een beetje bruin. Tape erop en we kunnen weer verder. Zo. Nou. Dat is dat. Maar dan zijn we er nog niet. Want... Zo, dan eerst even deze opplakken. Kijk, dat is hem dus. Nou hebben we dus hier in deze kaart... Die binnendingen nog... Ja, dit. Ja. Die binnenstukjes, die hebben we nog. Dat is deze. En hier onderaan zit er ook één. Dat zijn dus twee strookjes wit... Deze, 1 en 1 is 2. Zo, even alles hier neerleggen. En dat zijn strookjes ook van 2,5 centimeter. En dit is 9. Die moeten gerild worden op een halve centimeter. Nou, dat leg ik hier even... Nee, niet waar. 9 min een half en een half, dus 1, dat wordt 8... En dit stukje is, hij moet hier tussen komen, 7,5. Dus, nou, dat is iets meer. Wat heb ik nou gedaan? Ik neem mijn 6 mm tape. Dat vind ik gewoon makkelijk. Dat plak ik op de goede kant. Zo. En dat doe ik ook aan deze kant. Zo. Dat is dus, zeg maar, de 6 mm, hè? Ik zal er voor zekerheid even mijn liniaal op leggen. Of dat inderdaad zo is. Ja, het is ruim 6 mm. Nou, dat is voor mij een soort richtlijn. Ik leg mijn liniaal gelijk met de tape. En ik ga hier dus een rillijntje maken. Zo. En dat doe ik ook aan deze kant. Ik leg hem gelijk met het buitenkant van de tape. En die vouwen we om. En dan is dit stukje 7,5 centimeter. En dat is wat je hier nodig hebt. Hier. Dat komt dus hier aan de
hier aan de achterkant, aan de binnenkant, aan deze kant. Maakt niet zo erg veel uit hoe groot deze afstand is, maar nou ja, ik doe het een beetje op het oog zo. En er zitten dus ongeveer 2 centimeter. Nou, ja, moet je wel even blijven zitten, hè. Even kijken. Ja, ongeveer 1,5-2 centimeter zit er tussen. Nou, dan gaan we dus die doen. 1. En deze. En ik vond het het makkelijkste om dat zo te doen. En nou, dan leg ik hem even hier. Ik zet hem hier vast. Zo. En als je recht snijdt en hij zit hier recht, dan kom je automatisch goed uit. Dan leg ik hem plat. We leggen hem plat, zo zegt ze. En dan zet ik hem vast. En dan hebben we het bruggetje. Dus je zet hem eerst hier vast. Dan leg je hem plat en dan gaat hij automatisch op de goede plek. Ja. En ik neem dus de breedte van het tape. Ja, dat is gewoon omdat ik dat toevallig had uitgerekend. Dat het zo uitkomt. Omdat je het rilletje neemt natuurlijk ook altijd even een beetje ruimte weg. He, dus dit is eigenlijk 6 en 6 is iets meer dan 12 mm. Het rilletje erbij, nou dan kom je al gauw. En dan hou je dus die 7,5 cm over die je nodig hebt om dat bruggetje te maken. Nou, dan gaan we dit weer even rillen. Ja, ik zie dat ik nog goed in beeld zit. Zo, dat is ook maar even een handigheidje. En... Zo. Nou, dan vouwen we die weer om. En als het goed is, is dat ook weer 7,5 centimeter. 7,5 centimeter. Exact. Nou, dan halen we dus dit eraf. Dit eraf. Dan plak ik hem aan de onderkant ongeveer op de... Zelfde. Nee, die moet gelijk met de onderkant zijn. Gelijk met de onderkant, maar ik draai hem even om elkaar. Zo. En ik zet hem dus vast. Hup. Hier, ongeveer. Zo. Zo. Dan leggen we hem weer plat. Zo, hij moet gelijk aan de onderkant. Ietsjes hoger. Zo. Juist. Dan, oh, nee... Even goed vastzetten. Ja, dat is eventjes een... moet je eventjes een trucje. Nou. Je moet er even tussen. En hij moet dus... Wacht even. Ik doe het even van zo. Dan kan ik erin kijken. Zo. Kijk, nou zit hij erin. En ik vouw hem om. En ik leg mijn kaart weer... Plat neer. En recht. Zo. En dan zit hij ook. Deze zou je eigenlijk ook moeten aankleden met designpapier. En dat ben ik inderdaad vergeten. Dat ben ik vergeten. Nou heb ik nog wel een stukje. Ja? Nee, dat is het rode. Nee, het is namelijk met die plaatjes... Het is het papier van de plaatjes. En dat zit er ergens wel tussen. Kijk, ik heb hier nog een stukje, een streepje. Zie je wel? Nou, dit was dus 7,5 bij 2,5. Dus ik snij even een strookje van 2 centimeter. Zo. Ik neem ook weer mijn ruitjes. En ik haal 7 centimeter eraf. Ik doe dat gewoon even op mijn mat. En dan is hier de 7. Dat is deze lijn. Zo. En dan hebben we dat nog een keer. Want het papier is 15,2. Dus je hebt altijd genoeg. Dan hebben we hier dus nog een keertje de 7. Zo. Nou, dan hebben we hier nog een beetje inkt. Want ik had het in de. Ik had een boodschappenlijstje gemaakt. Maar ik had gezegd dus dat je dit 4 keer moest hebben. Maar dat moet je dus 6 keer hebben. De 7
bij 2 centimeter. Dus dat moet, ik heb het boodschappenlijstje nog niet op de site gezet, dus dat zal ik even wijzigen dan, voordat ik hem erop zet. Nou, dan hebben we hier ook nog voor de binnenkant de stukjes. En ik had gezegd ongeveer tot 10:45. Oh, dat is het nu. Nou, dat redden we natuurlijk niet. Ik hoop niet dat die afgebroken wordt dan. Want ik ben al blij dat ik nog al die tijd in beeld ben. Nou ja, we zien het wel. Ik moest een tijd intikken en toen dacht ik 11 uur, maar toen ging er een telefoontje en ben ik dat vergeten om dat aan te klikken. Goed, dan gaan we deze hier even tussen doen, zo. En dat is natuurlijk even zoeken, dat je hem even netjes erin legt. Je kan natuurlijk ook eerst één randje losmaken van het beschermfolie. Maar. Ja, dat is eigenlijk, had ik dat toch eerder moeten doen. Maar goed, het zit. En als je nou dit met lijm doet, dan kun je even schuiven. Dat is misschien wel even handiger. Nou, ik doe het nou even zo. Zo. Nou, en dan doen we die even netjes een beetje recht, 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 recht. Zo. Kijk, nou zit er overal zit dus dat designpapier. Toen hadden we die stukjes mica. Die stukjes mica, die moeten er nu ingeplakt worden. Ik heb hier de tape op zitten. Dat mica is een centimeter breed. En het is 11,5 centimeter hoog. Dan haal ik dus eerst één stukje los. En het mica, dat doe ik een beetje, hoeft niet helemaal in het midden, maar een klein beetje zo hier aan de binnenkant van de voorkant. Oh, ik moet hem iets hoger doen, zie ik. Want hij moet erin vallen. Aan de binnenkant van de voorkant, zo. En dan gaat hij hier beneden. Dit er even af. En als je het recht hebt geplakt en je laat hem ietsjes zo vallen, dan... Kijk, je kan het haast niet zien, maar het schittert wel een beetje, dus dat is het mica. Dat is één stukje. Dan hebben we nog een stukje. We hebben er drie. Kijk, hier zijn ze. En het tweede stukje, dat gaat hier op de achterkant. En dat gaat dus... Hier aan de achterkant achter. Nee, had ik het aan de voorkant gedaan? Nee, dat gaat aan de voorkant. Dat gaat erop aan de voorkant. Dus dat komt op dat laatste stukje. Ook ongeveer op een centimeter of 2 van de kant af. 2,5. Zo. En dat gaat ook hier aan de onderkant. Zo. Even een beetje. Ja, één stukje is een beetje scheef gesneden. Mijn mesje schoot uit op het mica. En dan hebben we een derde stukje en dat komt aan deze kant. Aan de binnenkant. Dat gaat aan de binnenkant weer. Dus dat gaat er hier in, zo. Dus dit moet weg. Dus dat is hier aan deze kant. En dat komt een beetje hier en hier, zo. Kijk, en als je hem dan dicht doet, dan heb je 1, 2, 3 stukjes mica. Nou, op dat mica, daar heb ik voor, uit de kaft heb ik wat... Oh, kijk eens, hier zijn mijn grote stukjes. Ik had ze wel, die hadden hier gemoeten. Kijk, als ik ze erop leg, dan is het net alsof dat doorloopt. Nou, ik laat ze er nu maar af. Maar dat was dus wel goed. Ik heb uit een velletje. Ik zal het er even bij pakken. Ik heb hieruit. Nee, deze niet. Dat is die andere geweest. Ja, dat heb je als je het dan wegknipt natuurlijk. Hè?
Ik heb deze luchtballon uitgeknipt. Dus deze. En die luchtballon die plak ik aan de binnenkant. Ik heb dat met foamtape gedaan, maar dat heb ik even niet bij de hand. Dus ik doe het nu maar even met gewoon tape. Zo, klein stukje. Ik doe het maar dwars. Want die hangt dus, die zweeft een beetje in de lucht. Zo. En die gaat dus hierop. Zodat je dat mica niet meer ziet. Zo, kijk. Dat is, als ik hem zo hou, is het te zien. Zie je wel? Toen had ik uit de kaft ook het hondje geknipt. En het hondje, dat gaat ook op de voorkant. Dat doen we ook even met een stukje foamtape, of met gewoon tape. Nou, ik vouw het wel even dubbel. Zo. Het stukje is iets te groot. Nou, dat vind ik niet. Dan vouw het gewoon dubbel. En die zetten we dus aan deze kant. Zo. Want die kijkt net voor dat Mikaatje. Zit die? Zo. Want die kijkt dus naar dat jongetje wat staat te vissen. En dat jongetje wat staat te vissen, dat heb ik gemaakt uit. Ik zal hem even pakken. Ik heb dus dit papier genomen. Ik ben langs die groene rand gegaan. Ik heb de hengel zo genomen. En ik heb dit stukje 5,5 centimeter breed gemaakt. Kijk. Als ik hem er zo op leg, dan is er hier een stukje van afgehaald. En hier. Dus 5,5 centimeter breed. En, want dan komt hij net mooi hierop. Dus, en toen heb ik dat hengeltje heb ik een beetje weggeknipt. Nou, en deze gaat dus op de voorkant. En dat jongetje dat zit dus naar hem te kijken. Of dat hondje, sorry. Dat hondje zit een beetje naar hem te kijken. Zo. Ja, dat is zomaar een idee, hè. Want je moet wat verzinnen. En dat velletje was natuurlijk ook over. Dus dat komt hier. Oh, wacht eens even. Ik heb hier... Haha, hij zit nog niet vast. Oh. In mijn drift ben ik dat vergeten. Nou, oké. Goed. Gelukkig. Kijk. Dan hebben we dus deze. Die komt dan ongeveer hier. Dat vond ik toch wel leuk. En dan verder, even dit een beetje opruimen, heb ik aan deze kant ook zo'n stukje uitgesneden. Dat is deze. En die komt van, deze is niet helemaal goed. Ik zal even een goede pakken, dan kan ik het even beter uitleggen. Dat is ook weer die met die auto. Dat heb je als je zoveel gebruikt. Dan weet je op het laatst niet meer. Even kijken. Dat zijn de bloemen. Dat is, ja, deze. Kijk. Dat is dit. Deze. Hier heb ik dus de luchtballon uitgehaald. Ik heb het, die is piloot, zal ik maar zeggen. Die heb ik uitgeknipt. Dat is deze. Dat is die. De bij, die zit in de kaft aan de buitenkant. Dus aan de achterkant van het blad, daar zat het bijtje. En ik heb ook nog hier het beertje. Dat komt ook uit de kaft. En want ze zitten ook op de plaatjes, maar deze zijn wat groter. En ik heb het beertje helemaal rondom uitgeknipt. Alleen dit kleine stukje niet gedaan. En toen heb ik van dit plaatje, ben ik precies langs de wielen gegaan, langs het spatbord van het autootje. En toen ben ik hier langs de wolkjes gaan afknippen. Zo heb ik dat een beetje gedaan. Dat moest dus ook 5,5 centimeter breed worden. Zo. Dat doen we even een beetje zo. En normaal kan je dat ook wel met foamtape doen of met lijm. En die komt dus op de... Even mijn kaart weer bijpakken. Zo, die heb ik dus halverwege hier. Vandaar dat ik dit had door laten lopen. En dit komt dan zo. Nou, je zou je eigenlijk hier foamtape onder moeten plakken, maar goed. Ik heb het pilootje, zal ik hem maar noemen. Even een klein stukje tape.
Die heb ik aan de binnenkant geplakt. Bij het mica. Wat hier zit. Omdat die luchtballon die staat boven hem. En, dus dat is de piloot. En de bij die komt hier op het mica. Dat is deze. Die zweeft dan ook een beetje in de lucht. En de kaart die ik gezien had op YouTube, die had dus dit met seinpapier gedaan. En dat was heel leuk. Maar toen had ik het ook gedaan met designpapier. Dacht ik, nou, ik vind er eigenlijk niks aan. Want ik vind dit veel leuker, want dan is het net alsof die vliegt. Hè? En nou hebben we ook nog het beertje. Op zijn autopetje. Nou, dat kleine stukje wit, dat kan er nog even uit. Oh, dat had ik al losgesneden, maar het zat nog aan één kant vast. En dat beertje, dat komt dus op het mica hier. Zo. En even kijken. Dan doen we even een stukje. Zo. Ik leg hem even plat. En dan komt de beer. Die komt. Oh. Hier op het mica. Zo. Nou. Het is natuurlijk iets anders van kleur. Omdat rode. Kijk, deze rode ruitjes die spreken natuurlijk meer. Maar. Zie je? Zo is het geworden. En toen heb ik dus met een hele oude stempel, hiep hiep hoera feestje, heb ik dit gestempeld op een stukje glanspapier. En dat stempeltje, dat zou ik dan hier binnen plakken. In de binnenkant. Hier. En daarom zit dat een beetje aan de zijkant, dat je ook nog een beetje de tekst kunt lezen. Nou, ik doe dit ook wel even met tape, want ik had mijn lijm niet gepakt. Alles meegenomen behalve de lijn. Dus dan doen we het even met tape. Nou, dan is het toch redelijk op tijd. Nog geen 11 uur. En ik denk ik, het is 7 minuten voor 11. En zo. En ik loop nog steeds. Dus dit weg, dit weg. En even heel voorzichtig dat er tussen frommelen. Want... Ja, als je dus weet wat je gaat doen, dan kan je ook eerder plakken. Maar ik kwam eigenlijk op het allerlaatste op het idee om er nog een tekst bij te doen. Goed. Nou, dit gaat allemaal even aan de kant. Zo. Nou, deze stukjes, die bewaar ik wel. Die gaan in het grote archief. Nou, dan is dit dus de tweede geworden. Zo. Ja, het is natuurlijk een... qua kleur is het heel anders... maar het ging mij een beetje om uit te leggen hoe je dus zo'n kaartje maakt. En dan kun je gewoon zelf thuis kijken van wat gaan we allemaal combineren. Nou, hij is iets groter. Dat kan in een envelop van 15 bij 15. En zo staat hij. Zo staan ze. Nou, je ziet het wel. Kijk, die erbij. Maar zo kan je niet veel zien natuurlijk. En nou, dames, dit was het voor vandaag. En ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. Ik bedank iedereen voor het kijken. Sowieso. En dan gaan we dus morgen om 10 uur nog een keertje live. Heb je ook een beschrijving van de mate van de kaart? Ja, ik ga dus even een beschrijvingje maken met de mate. En dit ga ik dus inscannen. En dat zet ik dan in bestanden in mijn groep. In de groep van Castella Creatief. En daar kun je dat allemaal gratis downloaden. Ik heb er geen pakketjes van, maar de maten die zal ik allemaal even doorgeven. En nou zeg, wat leuk, gezellig, wat een boel. Jeetje, Mina zeg. Nou dames, ik bedank jullie nogmaals. Wens jullie een hele fijne zaterdag. En nou, tot morgen dan zal ik maar zeggen. Hè? Doei doei.